Amaru, een superster in Suriname en nu ook een succes in Nederland. De krantenkoppen vertellen het verhaal al. Wij laten je zien hoe Damaru in een korte tijd Nederland veroverd heeft. Had je ooit verwacht dat ze in Nederland helemaal gek zouden worden van Mirozo, dat het zo'n dikke hit zou worden? Nou, dat had ik wel, maar gewoon in mijn fantasie. Het allereerste optreden van Damaru was op de X-stage tijdens Parkpop. Parkpop is het grootste gratis festival van Europa. Dit jaar kwamen er maar liefst 275.000 bezoekers op af. Damaru deelde het podium met grote acts zoals de Afrikaanse groep Magic System. De popzangeres Nathalie Makoma. De hiphopformatie Dio en Sef. En de soulzangeres Sabrina Starke. Reggae werd gebracht door Michael X en Elaine. There's no reason for this love to end. My closest friend, your heaven sent dog. We could ever, ever, ever make it without you. Me, 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 could never make it without you. Me could have. Was het tijd voor Damaru. We stonden op te treden op het grootste gratis popfestival van Europa. Heb je überhaupt ooit eerder op een festival gestaan? Ja, op kleineren, maar niet zo groot, maar met duizenden mensen zo. Zelf gaan? Ja, geweldig. In het begin een beetje zenuwachtig, maar ja, die mensen gingen los en kenden dat lied, dus het heeft me goed gedaan. Damaru, good, hè? Sanchez from Jamaica. We should do a song with him. Who knows? Wat ik me afvraag, hè, met wie zou je dolgraag willen samenwerken van alle Nederlandse artiesten? Ik zou graag een lied met Jan Smit willen opnemen. Jan Smit? Serieus? Ja, man. Geef mij heel leven dan dat ik niet zonder kan, want je weet. Maar hoe kom je op het idee van Jan Smit? Nou ja, hij heeft goede teksten. Uh-huh. En mooie melodieën. En ja, het is ook bij mij.
en hij leeft in zijn muziek, weet je. Samen met Jan Smit maakte Damaru een remix van Mirosu. Dit bracht 10.000 euro op voor het goede doel, maar ook de nummer 1 positie in heel Nederland. Daar staan we dan in Volendam. Zometeen ga ik praten met Jan Smit en Damaru over hun allernieuwste plaat Mirosu. Het is een dikke hit, staat al 3 weken in de X-chart op nummer 1. En heel Nederland moet eraan geloven. We gaan even met die twee heren even gezellig babbelen. Ga je mee? Vandaag zijn we hier gewoon bij de persconferentie. Iedereen heeft het erover, je wordt allemaal vragen gesteld. Ik sprak je enkele weken geleden en je zei van een van je dromen en een van je wensen was om met deze man te werken. Het is gebeurd. Hoe voel je je nu? Ik voel me luchtig, trots op mezelf. Ja, geweldig man. Dat ik nu naast Jan Smit mocht staan. Want in het begin toen dat lied uitkwam kon ik hem alleen horen, maar niet, we hadden elkaar nog niet ontmoet. Maar ja, we zijn nu naast elkaar. Die pokoe doet het heel goed. Ik ben trots op mezelf. Ik werd tijdens een interview gevraagd met wie of met welke artiesten zou je hier in Nederland wat willen doen. En ik zei ja, een artiest als Jan Smit, Nick en Simon of Campy zou ik echt leuk vinden. En door Giel Belen is het toch tot stand kunnen komen. Toen ik kreeg een mailtje van ja, je mag met Jan Smit een duet doen. In het begin dacht ik van is het wel waar. Maar ja, het is tot stand gekomen en het staat nu op nummer 1. Ja, hij staat nu op 1. We zijn 3 weken verder. Ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. In het Surinaams overigens ook nog. En ik ben alleen maar heel blij überhaupt dat ik mee mag zingen op het liedje wat Damaru gemaakt heeft. En ik ben heel trots. En ook dat heel Suriname het ook ontzettend leuk vindt. Dat ja, maakt me toch wel heel blij ook. Net wat Jan zegt, Suriname is helemaal trots op mij. Ook en op piano, omdat hij ook Sranatongo heeft kunnen zingen. En Nederland heeft bewezen dat Sranatongo niet zo moeilijk is. Dat is zo. Ja. Hoe hebben de mensen om je heen gereageerd? Zo je voor het eerst Surinaams, dus ze kennen je in het Duits, Nederlands. Ja. Nu voor het allereerst in Surinaams. Nou, ik liet het, dat is natuurlijk heel plotseling tot stand gekomen. Ik liet het aan mijn moeder horen. Wat is dit nou? Wat zing je nou eigenlijk? Ik zei dat is Surinaams. Ik heb de tekst erbij gelegd. Dit zing ik. En ja, mijn omgeving reageerde heel verrast. Natuurlijk, omdat het ook echt uit het niets gekomen is. Maar eigenlijk iedereen vindt het een leuk nummer. En het blijft in je kop zitten. Zelfs mijn oma, die draait het ook. Omdat het gewoon heel verfrissend het is. Heel, ja, er zit een goede, lekkere vibe. Goede zomerse vibe in eigenlijk. Goede vibe. Heb je zelf ooit gedacht dat toen je de plaat opnam en je dacht op een gegeven moment, nou ik heb mijn vocalen erop geplaatst, wat gaat er gebeuren? Had je verwachting? Nee, kijk, je hoopt natuurlijk op het beste en wat er nu gebeurd is, maar ik dacht, ja het is in het Surinaams, het is een bestaand nummer natuurlijk, je weet niet wat het gaat doen. Maar ja, dat het zo heftig zou zijn, dat Nou, artiesten laat zich meestal ja, advies. Hij vond al bijna 1, hè, zelf, dus het is. Dat was gewoon een topje van ijsbergen. Huh? Dus dat ik mee mag doen is eigenlijk gewoon, ik moet hem eigenlijk heel erg bedanken. Oh, je zijn maatjes geworden, je bent bij hem thuis geweest. Vertel eens, wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben gewoon lekker in de tuin gezeten. We hebben even alles doorgenomen en een beetje onze, ja, onze eigenschappen uitgewisseld. Gewoon zoals je dat doet als je iemand voor het eerst ontmoet. Eigenschap, wat is leuk aan Damaru? Nee, ik vind hem heel, heel open en heel ontwapend. Okay. Ja, glimlach. Hij is heel, nou ja, dat ook, maar hij is, het is op het oog een hele schuchtere jongen. Dat is heel grappig. En wat zijn de karakteristieken van Jan? Nou ja, Jan Smit, hij is heel groot in Nederland, dus ik dacht van ja. Die man kwam zeker met een grote borst op me, maar hij was eenvoudig, ja. Hij was gewoon vrij met me. We kenden elkaar niet lang, maar ja, we hebben gewoon vrij tot elkaar kunnen praten. Dus ik voelde me thuis op dat moment. Ik heb een tijdje in mijn hart. Hoor je hem? Maar alleen voor jou.
Hey, vanavond Phonix presents Damaru live in concert in Paradiso Amsterdam. Ik ga voor jou kijken hoe het vanavond hier zo binnen losgaat en wat Damaru nou echt losmaakt bij het Nederlands publiek. Broken the songs they say, but the people are so insane. We waren afgelopen februari in Suriname en toen hoorde je zijn nummertjes de hele tijd en het blijft gewoon in je hoofd hangen. Het is gezellig en relaxed en het voelt weer alsof de tropen naar Nederland komt, dus ja. We zijn allebei zelf in Suriname geweest en de meeste liedjes kennen we wel van daar natuurlijk. Dus ja, als ik die liedjes hoor, dan is het echt helemaal alsof ik in Suriname ben. Een traan voor jou, oh baby, voelt als een kogel door mijn lichaam en jouw wezenheid. Oh baby, is als een avond zonder de maan, een traan voor jou. Hoe trots voel jij je dat iemand uit Suriname zo hier zo vandaag in Paradiso om mag treden? Dat voelt wel goed. Dat het Nederlandse publiek het waardeert ook, is ook wel leuk. Ja. Wat is het gevoel wat u krijgt als u hem zo meteen gaat zien hier zo? Nou, dat gevoel is onbeschrijfelijk. Ik heb een speciale Surinaamse vlag meegenomen om dat uitdrukking te brengen. Mijn gevoel naar hem toe, het Surinaams gevoel, dat warmte, de warmte, die moet ik hebben. En die geeft hij mij en die geef ik hem ook terug. Maar dit was echt de top gewoon. Het was echt geweldig. Ja. Hij deed echt heel leuk. Hij was echt super. Ik ben nu nog een groter fan dan dat hij eigenlijk al was. Zeker, ja, zeker. Ja. Heel leuk. Veel leuker dan ik had verwacht. En is dit optreden wat jullie verwacht hadden? Nou, ik had eigenlijk wel wat minder van verwacht. Ook minder mensen eigenlijk. En iedereen danste echt superveel. En hij zong ook echt heel goed. En de verhaaltjes die hij tussendoor deed, vond ik echt heel leuk. Wat voor gevoel gaf het u daar net binnen? Want zoals ik net al zei... Gezelligheid. Ja. Pure enthousiasme. Verschillende culturen. Geen zakelijk gedoe. Ja. Lekker warmte. Een geweldige show. Gewoon een droom. Een geweldige show. Damaru, een superster in Suriname. En nu ook een succes in Nederland.